Welkom allebei. CRK, Denk. Ja. Het gaat goed met Denk, tenminste. Als ik zo de peilingen zie, en peilingen zijn natuurlijk maar peilingen, maar jullie zijn stabiel aan het groeien, zou ik bijna zeggen. Voelt het ook zo in de campagne? Heb je een positief campagnegevoel de afgelopen weken? Ja, ik heb sowieso een positief gevoel, maar dat is misschien hoe ik ben. Maar ik denk ook de peilingen, we zien structureel dat wij worden onderschat in de peilingen. Zeker de doelgroep die wij aanspreken, die doen toch vaak niet mee met peilingen. Dus als dan zulke resultaten naar buiten komen, dan denk ik, dit is zeg maar de basis. De realiteit is vaak dat we veel beter doen dan vooraf wordt aangegeven via peilingen. Ja. Dus voor ons kan het alleen maar beter uitpakken, denk ik. Want wat is jullie doelgroep dan? Je zei, onze doelgroep wordt structureel onderschat. Nou, ik zeg altijd dat Amsterdam bestaat uit twee Amsterdammen. Mm-hmm. Je hebt een Amsterdam binnen de ring en een Amsterdam buiten de ring. Soms bedoel ik het letterlijk, soms is het figuurlijk bedoeld. En wat ik daarmee bedoel is burgers die gewoon op afstand staan, die zich vervreemd voelen van de politiek, die soms ook gewoon, heel vaak dat we krijgen te horen is, we voelen ons helemaal niet vertegenwoordigd door de politiek en de politiek doet niks voor ons. Het zijn ook de buurten, je kan het ook zo zien, die heel erg te lijden hebben onder armoede, lage opkomst of het toeslagenschandaal, waar al die dingen bij elkaar komen. Dat is wat ik een beetje bedoel met de gebieden binnen en buiten de ring. Ja, en dat is misschien wel exemplarisch in sommige kaarten van de gemeente, waar bijvoorbeeld Nieuw-West of Zuidoost nog wel eens vergeten is. Soms komt het letterlijk overeen, maar dat betekent niet dat binnen de ring het allemaal goed gaat. Nee. Ik zag ook dat jullie willen meebesturen, eigenlijk. Maar hoe zou je dat voor je zien? Want bijvoorbeeld nu was de SP de kleinste coalitiepartij in een wat grotere coalitie. Ik denk dat jullie niet per se de grootste partij zullen worden van de coalitie. Anders hebben de peilingen jullie echt enorm onderschat. Maar zou je zo'n rol wel voor je zien als kleinste partij in een coalitie met D66, GroenLinks? Nou, we hebben van tevoren aangegeven van we willen heel graag meedoen. We hebben vanuit de oppositie afgelopen 4 jaar enorm bereikt. Ik kan misschien straks nog even wat over vertellen. Maar je kan gewoon vanuit de coalitie veel meer betekenen. En wij willen die tweedeling willen we juist gaan lijmen. Ja. En met de huidige verdeling in de Amsterdamse Raad, ik denk dat je er niet aan ontkomt dat er een volgende coalitie minimaal uit 4 partijen bestaat. Kijk, deze periode bestond de coalitie al uit 4 partijen. Maar SP was een beetje overbodig. In numerieke zin bedoel ik het. Ja. Ze waren niet echt nodig om een meerderheid te behalen. Maar ik denk dat de komende periode dat het echt gewoon nodig gaat zijn. Minimaal 4 partijen. Ja. Als wij die 4e kunnen zijn, dan doen we met alle plezier mee. Voor Amsterdam. Maar als ik dan jullie partijprogramma las, dan dacht ik wel, dan moet die agenda Autoluw echt weg. Want ik las dat en ik dacht, Denk is wel de partij voor de auto. Ja, ik hoop goed dat het is binnengekomen. Daar hebben we ook echt op aangestuurd. Amsterdam bestaat uit, als je gaat naar Nieuw-West, als je gaat naar Zuidoost, je gaat naar Noord, die gebieden zijn zo gebouwd dat het juist wel goed is. Of niet goed per se, maar je kan er met een auto wonen. Ja. Heel veel mensen die zijn daar komen wonen, juist ook omdat ze zoiets hadden van dan heb ik genoeg ruimte om een ruime woning, maar ook een auto voor de deur. Ja, en daar willen jullie voor opkomen dus. Ja, exact. Dus En mensen hebben het ook gewoon nodig voor om naar werk te gaan. Ja. Diederik Boomsma, CDA, hartelijk welkom ook. Fijn dat je er bent. Ik zag, het zijn spannende tijden voor het CDA, hè? Want 7500 stemmen is ongeveer de kiesdrempel. En als ik zo de peilingen zag, misschien dat die jullie ook onderschatten, dat zou kunnen. Maar dan hangt het er wel een beetje om of het gaat lukken. Het is spannend. Maar goed, het was it's not our first rodeo. De vorige keer hadden we natuurlijk ook 1 zetel. En ging het erom, toen hadden we uiteindelijk bijna de 2 zetels gehaald. En je ziet nu ook dat de weg omhoog is weer ingezet, landelijk en ook hier. Dus we hebben er alle vertrouwen in. Ja. En wat is dan het belangrijkste waarvan jij zegt, daar kan het CDA zich op onderscheiden deze campagne? Want 4 jaar geleden hebben jullie je echt wel geprofileerd op dat erfpachtthema. Dat is nog steeds belangrijk voor jullie. Maar tegelijkertijd in deze campagne komt dat eigenlijk helemaal niet terug. Dus wat is deze campagne voor jullie het onderscheidende waarvan je zegt, dit is het CDA? Nou, mag ik toch even zeggen dat het wel degelijk nog heel belangrijk is. Want het erfpachtschandaal is inderdaad nog onderbelicht. Maar het is wel een van de belangrijkste thema's voor de verkiezingen. Omdat het ontzettend bijdraagt aan de wooncrisis in deze stad. Omdat het heel veel mensen opzadelt met torenhoge woonlasten. En we hebben een aantal belangrijke stappen gezet. Dus het erfpachtpardon binnengehaald. Maar daarmee kunnen dus tot 50.000 Amsterdammers kunnen daarbij tot een ton besparen. Dat is dus vrij uniek dat wij dat als kleine oppositiepartij natuurlijk hebben weten te bereiken. Maar wel heel belangrijk, want dat was volstrekt onrechtvaardig. Maar zeg je, dat is toch nog echt een speerpunt van onze campagne? Dan nog moeten we nu stap 2 en 3 zetten van het erfpachtpardon. En is dat nog steeds buitengewoon belangrijk. En daar ik krijg nog steeds heel veel mails. Ik bedoel, het is niet heel veel in de media geweest. Maar wij hebben natuurlijk heel veel contacten ook gewoon onderling met Amsterdammers. Ja. En daar leeft dat nog ontzettend. En daar zien mensen ook hoe belangrijk dat is.
Maar daarnaast hebben we natuurlijk heel veel andere onderwerpen voor onze campagne die ook belangrijk zijn. Ik bedoel, wonen in brede zin, nou, daar gaan we het zo ook over hebben. De schoonheid van de stad, het beschermen van ons erfgoed. Maar ook alle andere brede thema's. Ik bedoel, schone stad. Ik bedoel, de fundamentele kerntaken van de gemeente. En niet voor niets heet ons programma natuurlijk een nieuw sociaal contract voor Amsterdam. Ja, is dat dan de kern? Want als ik Shea vraag, dan zegt hij die eigenlijk die doelgroep een stem geven die nu niet gezien wordt door de gemeente, die nu buiten eigenlijk het zicht valt en daarmee ook buiten beleid. Wat zou jij heel kort zeggen als de kern van jullie programma? Is dat nieuwe sociale contract? Ja, en dat valt daar zeker onder, maar dat omvat eigenlijk meer. Ik denk dat de bestuurscultuur ook in Amsterdam, die staat onder druk. Daar gaat heel veel mis. Mm-hmm. En ik zie ook dat het wantrouwen toeneemt tussen bevolkingsgroepen onderling, maar ook tussen de overheid en de mensen in de stad. En vice versa. Ja. En dat moeten we herstellen. En dat raakt aan heel veel wat er misgaat in het bestuur in deze stad. Oké, helemaal goed. Nou, dan hebben we de eerste introducties gehad. Laten we dan snel beginnen. En dan beginnen we met het thema van Sherkaan Denk. En dat is ongelijkheid. En ik zou je willen vragen om het kort in te leiden waarom we daar en waar we het dan over moeten hebben vanavond. Ik ga het proberen kort te doen. Ik doe mijn best. Nou, 2 weken geleden wilde ik beginnen met een heel akelig feitje over de Belastingdienst en met name het toeslagenschandaal. Nou, toen werd bekend dat de Belastingdienst controleerde op basis van een niet-westers uiterlijk. Dus het feit dat je eruit ziet, hoe je eruit ziet, omdat je vandaan komt, waar je vandaan komt, was een reden om jou extra te controleren. En ik dacht dat het racistische beerput zal waarschijnlijk nog toch niet verder gaan. Hè? Maar dat bleek wel zo te zijn. In de afgelopen 2 weken is bekend geworden dat ze letterlijk hebben gecontroleerd of je achternaam eindigde op een IC. Dus mensen die achternaam wel eens een Merich of Kostic, die zijn daardoor extra gecontroleerd, op een zwarte lijst beland en gewoon levens kapot gemaakt. Verder ook aangegeven, een ondernemer die werd gezien als allochtoon. Ja, dat is een reden om je extra te controleren. En de afgelopen week werd ook nog eens bekend dat het schenken van een gift aan een moskee was een reden om jou te controleren. Wat we hier zien bij de Belastingdienst is eigenlijk het gevolg van eigenlijk decennia lange ontmenselingspolitiek. De haat tegen de ander is gewoon een succesvolle electorale verdienmodel geworden van steeds grotere groepen wordende partijen. We hebben keurig ambtenaren, volgens mij stemmen ze niet allemaal FVD of PVV, die gewoon in hun woorden afgingen op een afpakjesdag. Hè? Hun weerloze slachtoffers met de grond gelijk maken, dat noemen ze dan afpakjesdag. Dit is een vorm van wat wij noemen institutioneel racisme. Wanneer je negatieve stereotyperingen kracht bijzet met de macht van uitsluiting en ook insluiting. Institutioneel racisme. Maar institutioneel racisme gebeurt ook in Amsterdam. We hebben etnisch profileren op de arbeidsmarkt, etnisch profileren op de woningmarkt. We hebben etnisch profileren door de politie, door de marechaussee, door de rechter. We hebben uitsluiting als het gaat om zorg, uitsluiting als het gaat om sport. Je kan in dit land niet ademen zonder etnisch geprofileerd te worden. En daarom ben ik heel erg blij dat ik vandaag dit kon agenderen, dit thema. Want ik heb nu zo'n 3-4 weken debatten op zitten en 0 debatten over ongelijkheid. 0 debatten over ongelijkheid. Ja. Maar terwijl de afgelopen jaren hadden we het constant over integratie, identiteit, het beschermen van onze westerse waarden. Maar volgens mij is het beschermen van gelijke rechten een van de kernbeginselen van onze liberale democratie. Ja. Dus waar zijn al die debatten dan? Ik zou daarmee willen eindigen. Ik denk dat ik over mijn tijd heen ben. Zeker, een beetje. Maar ik dacht, laat je wel je zin even rustig afmaken. Hartelijk dank. Ik zou dan wel afvragen. Kijk, het CDA is met een nieuw sociaal contract gekomen. Er zijn veel gedupeerden van kleur in Amsterdam. Die zullen denken, hey, sociaal contract, dat ken ik van Pieter Omtzigt. Ik heb het programma van het CDA gelezen. Er zitten heel veel goede dingen in. Maar als het gaat om institutioneel racisme, het woord ontbreekt in zijn geheel. En racisme is een beetje in een bijzin opgenomen. Dus ik ben benieuwd, hoe gaat het CDA dan die gedupeerden van kleur die nu kijken en die zijn met de grond gelijk zijn gemaakt omdat ze vandaan komen, omdat ze eruit zien hoe ze eruit zien. Hoe gaat het CDA hen helpen en hen verzekeren dat een institutioneel racisme niet meer gaat plaatsvinden in onze samenleving? Ja. Er zitten een aantal dingen in deze vraag, maar eigenlijk zit er ook in, we hebben een blinde vlek voor het institutioneel racisme in de stad. We hebben het er te weinig over en we doen er te weinig aan in deze stad. En de vraag is, in jullie programma, wat doen jullie eraan? Wat willen jullie eraan doen? Of deel je de analyse niet? Ik deel de analyse voor een deel en een belangrijk deel zeker. Kijk, die toeslagaffaire is een ongekend schandaal. En daar heeft natuurlijk Pieter Omtzigt ook een grote rol in gespeeld om dat boven tafel te krijgen. En wat je daarvan ziet is inderdaad ongekend. En het toont het falen van de bestuurscultuur in Nederland op zoveel niveaus aan. Hoe de rechtsstaat echt zo heeft kunnen falen en de mensen daar zo de dupe van zijn geworden. Ik vind het beschamend en onterend. En dat moet dus ook worden hersteld. En daarom hebben wij daar ook
ons verkiezingsprogramma natuurlijk naar vernoemd. En zijn we ook dat traject aangegaan, eerder met Pieter Omtzigt, om dat nieuwe sociaal contract ook in de lokale politiek verder te brengen. En daarom hebben we natuurlijk ook specifiek om die slachtoffers van de toeslagaffaire de afgelopen jaren veel vragen gesteld. Hebben we ook samen opgetrokken met DENK. Hebben we ook inderdaad mensen uitgenodigd om hun verhalen te horen en dat verder te brengen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente in ieder geval zelf alles op alles zet om deze mensen te helpen. Wat betreft institutioneel racisme. Ja, racisme is een gif in deze samenleving. Moet je absoluut uitbannen en verwerpen. En dat raakt aan heel veel. En dat voedt inderdaad ook het wantrouwen dat ik zie in de stad. Ik denk alleen dat ik vrees dat DENK op sommige punten het wantrouwen juist zit aan te wakkeren. Omdat jullie ook wel overal racisme ontwaren, waar dat volgens mij helemaal niet aan de orde is. Kun je dat concreet maken? Want dan... Nou, bijvoorbeeld in de laatste raadsvergadering. Wat doet DENK in de gemeenteraad, in de politiek concreet? Nou, ze beschuldigen de burgemeester van dat ze moskeeën niet wil beveiligen omdat het moskeeën zijn. Mm-hmm. De wethouder onderwijs wordt beschuldigd dat ze geen islamitische scholen wil. Ja. Dus het gaat. DENK ziet bijna in alles racisme. Ook dat etnisch profileren zien jullie als racisme. Het hele radicaliseringsbeleid, antiradicaliseringsbeleid van de gemeente Amsterdam. Racisme. Het boerkaverbod is een vorm van racisme. Maar goed, dat is. Daarmee ben je dus eigenlijk juist die front. Zit in een soort permanente staat van verontwaardiging overal dat spook te bevechten. Ja. En dat is ook niet goed voor de verhouding in de stad. Oké, maar nu komen we wel concreet aan hoe in Amsterdam we dit analyseren, bestrijden en wat we daarvan vinden. En eigenlijk is de opmerking terug. Dus op het moment dat je het op heel veel dossiers plakt, dan zou je het eigenlijk in stand houden of aanmaken. Jullie maken het te groot. Ja, ik sta heel erg dat open. Ze daarmee in stand houden, dat zou ik niet willen zeggen, maar wel dat ze het wantrouwen daarmee vergroten. Ja. 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 Nou, ik sta natuurlijk open voor kritiek, hè, maar ik vroeg net, noemen ze maatregelen hoe het CDA institutioneel racisme gaat bestrijden. We hebben niets gehoord. Ja. We hebben geen oplossing gehoord. Ik heb even gecheckt. We hebben voorstellen ingediend en aangenomen in de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Wie stemt er tegen? Het CDA. Een aanpak tegen woningmarktdiscriminatie. Wie stemt er tegen? Het CDA. Een aanpak tegen institutioneel racisme in Zuidoost. Ik denk best wel een veilig onderwerp. Volgens mij is dit helemaal niet controversieel, want dit bestaat er gewoon. Wie is er tegen? Het CDA. Dus constant wanneer wij komen met voorstellen die gewoon worden aangenomen met een raadsmeerderheid. Hè, met andere woorden, de coalitie vindt het goed. Het college vindt het ook goed, want het krijgt van een positieve preadvisering. Het is best wel veilig. Ja. Maar toch staat het CDA tegenover hele veilige moties om juist te zorgen voor die gelijkheid. En ik denk ook, en volgens mij is dat ook bedoeling voor jullie verkiezingsprogramma, dat juist gaat werken naar een gelijkwaardige samenleving. Ja. En waar is dan het CDA als het gaat om zulke hele veilige moties om die ongelijkheid te bestrijden? Oké, nog één reactie dan op de afgelopen periode. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie de komende 4 jaar, wat de voorstellen zijn, ook van DENK en van het CDA. Maar op de afgelopen periode? Nee, ik wil graag samenwerken met DENK aan het bestrijden van discriminatie. Alleen jullie voorstellen vind ik daar meestal gewoon niet goed. Omdat ze ook, kijk ook bijvoorbeeld over discriminatie op de woningmarkt. Er is net een rapport geweest en er blijkt gewoon dat dat eigenlijk nauwelijks voorkomt. En ook op de arbeidsmarkt. Ik ben niet voor voorstellen om iedereen te dwingen om dan onzichtbaar anoniem te gaan solliciteren. Want ik denk dat dat ook uiteindelijk niet werkt. Kijk, natuurlijk moet je dat bestrijden. Je moet als gemeente het goede voorbeeld geven. Als sprake is van discriminatie, moet je daar echt tegen optreden en vervolgen. Maar er was natuurlijk een rapport dat zei dat makelaars op het moment dat zij gebeld werden met de vraag, wilt u aan een bepaalde groep niet verhuren, zeiden prima, dat kunnen wij regelen. Dat is waar. Er zijn een paar makelaars die dat hebben gezegd. Maar tegelijkertijd werd ook duidelijk dat dat dus eigenlijk niet voorkwam. Dus wel als je die makelaars uit de tent werden gelicht, dan praten ze een beetje mee. Maar er was geen bewijs voor dat het daadwerkelijk ook gebeurde. Ja. Ja. Maar goed, ik zeg niet dat het helemaal niet gebeurt. Hè? Alleen, dat is het denk ik juist. Hè. Kijk, we horen heel veel kritiek, maar heel weinig voorstellen. En moties die wij dan inbrengen, die volgens mij heel erg, ik heb dat uitgelegd, worden met een raadsmeerderheid aangenomen. Zelfs dan stemmen jullie tegen. Maar, dus denk ik, het beeld, je creëert zelf het beeld dat je hebt altijd wel argumenten tegen, maar je wilt niks doen om het op te lossen. Maar om het even concreet te maken, als we het thema ongelijkheid pakken, wat jij wil adresseren, wat is dan het belangrijkste waarvan jij zegt, dit zouden we de komende 4 jaar moeten doen, want dat zou een enorme stap zijn om ongelijkheid tegen te gaan in deze stad? Nou kijk, we hebben een reeks aan voorstellen in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Wat daar ten grondslag aan ligt, is dat we nu moeten gaan om in de strijd tegen institutioneel racisme. Die strijd moeten we nu gaan voeren. En institutioneel racisme benoem ik echt gewoon als eerst, want dat gaat om onbewust handelen. Hè?
heel vaak uitsluiting gebeurt onbewust. Het is niet als mensen naar werk gaan of naar de Belastingdienst van hey, we gaan iedereen even kapot maken of zo. Of we gaan ervoor zorgen dat je geen werk krijgt of uitgesloten wordt voor de woningmarkt. Het alles gebeurt onbewust. Dus daarom, onze voorstellen zijn erop gericht om het onbewuste bewust te maken. Ja. We moeten mensen gaan prikkelen. We moeten bewust worden gemaakt van onze eigen vooroordelen. Dus, en kun je één concreet ding noemen? Want de afgelopen jaren is natuurlijk dat werd geframed in de media als privilege training. Maar in ieder geval training aan ambtenaren om te kijken naar je eigen vooroordelen en hoe je daarmee om moet gaan. Dus dat is al in gang gezet. Wat zou je extra willen? Nou, dat is ook één concreet voorstel waarvan wij zeggen, ja, dit kan werken om die onbewuste vooroordelen naar buiten te brengen. Maar daar is de CDA ook weer tegen. Natuurlijk. Nee, maar kijk, je moet wel op een gegeven moment met voorstellen komen als je het belangrijk vindt. Ja. En dat is denk ik ook wel het punt. Kijk, ik ga een ander voorbeeld noemen. Ja. Eigenlijk kunnen wij één vorm van discriminatie kunnen heel makkelijk aanpakken. Hoe dan? En dat is horecadiscriminatie. Volgens mij niet een heel groot probleem, maar wel een probleem. En wat nou, afgelopen 4 jaar geleden kwamen wij voor het eerst in de gemeenteraad. Toen zag ik een bericht voorbij komen uit het Parool. Dat is me heel erg bijgebleven. Want toen werden in de afgelopen 4 jaar, toen de tijd, waren er 0% verbaal uitgeschreven. Mm-hmm. Het viel lopen omdat het juist zo'n makkelijke vorm van discriminatie is om aan te tonen. We zijn 4 jaar verder en nog steeds 0% verbaal uitgeschreven. Ik denk, als je het echt serieus neemt, moet je er ook gewoon daden aan verbinden. Hè? En ik heb het nu wel over uitsluiting op basis van etniciteit, maar het gaat me om alle vormen van discriminatie. Ja. Toch, als ik jouw individuele voorbeelden noem, dan zeg jij, dat is niet goed, dat moeten we aanpakken. Ik ben het er niet mee eens als mensen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt of waar dan ook. Maar daarbinnen, wat zou het CDA dan voorstellen om ervoor te zorgen dat we dat tegengaan? Hoe je het noemt of niet, maar in ieder geval om te zorgen dat we discriminatie op allerlei domeinen tegengaan. Wat zou jullie oplossing daarvoor zijn? Nou, kijk, ik deel die analyse maar voor een deel. Want ik weet dat er vooroordelen zijn en die moet je inderdaad bestrijden. En daar is het heel goed om een gesprek te beginnen in de samenleving, in de stad, over het bestaan van vooroordelen en hoe je daar bewust van kunt worden. En heeft de overheid daar de gemeente daar een rol in? Daar kan de gemeente zeker ook een rol in spelen. En dat vind ik ook goed. Wat ik niet goed vind bijvoorbeeld, is dat je dan als gemeente dus zogenaamde wit privilege trainingen gaat opleggen aan ambtenaren. Nou, omdat ik die hele ideologie erachter niet deel. Maar dus dan gaat het om hele idee van intersectionalisme, dat je dus de samenleving onderverdeelt in slachtoffers en onderdrukkers, dat er allerlei, dat maar je een soort bingo kaart van slachtofferschap gaat opzetten. Ja. En dat is niet de manier om dit om de verhouding in de stad te verbeteren. Korte reactie op dit punt? Ja, kijk, volgens mij ook mensen die op CDA stemmen, het boeit ze helemaal niet, intersectionalisme of niet. Het gaat er gewoon om dat we discriminatie gaan aanpakken. Mm-hmm. En als je vindt dat discriminatie bestaat, in de regel al erken je al dat er iets bestaat als witte privileges. Het kan niet anders. Mm-hmm. Want als je wordt gediscrimineerd op basis van kleur, betekent dat iemand anders dan juist voordelen heeft op basis van kleur. Hoe kan je wel erkennen, er is wel discriminatie op basis van kleur, maar je erkent niet dat er ook privileges zijn op basis van kleur? Omdat de hele manier om de samenleving in te delen in mensen met privileges. Ja, maar dat gaat er niet toch niet. Nee, maar dat is wel degelijk van heel relevant. Kom met een voorstel. Wat wij willen, en dat zeg ik dan nu toe, want ik wil graag samen met Denk optrekken, ook daadwerkelijk om dit probleem te bestrijden. En daarom, wij steunen ook het grootste gedeelte van het antidiscriminatiebeleid van de gemeente. Alleen als jullie dus verder gaan met die verplichte cursussen en met allerlei andere, dan gaan we daar niet in mee. Maar er is zoveel wat we wel samen kunnen doen, dus laten we daar dan zoals? Gaan. Dus dat antidiscriminatiebeleid verder uitvoeren, wat nog meer? Nou ja, gezamenlijk dat gesprek aangaan in de stad. Kijk, discriminatie is natuurlijk een groot probleem. Maar het is niet iets dat je... wat we ook moeten doen is, als je het constateert, dan moet je het bestraffen. Alleen, je doet nu ook alsof het overal maar zichtbaar is. En jullie overdrijven het ook. Kijk, over etnisch profileren. Dat punt hebben we gemaakt naar elkaar. Ik snap dat de heer Boomsma maar een conservatieve politicus is. Maar het betekent niet dat je overal altijd tegen bent. Er zijn heel veel dingen voor. Ik wil op dit thema nog één ding voorleggen, want de ongelijkheid in de stad is natuurlijk op meer vlakken. Ja. Een van de aspecten waar jij in het begin aan refereerde is natuurlijk ongelijkheid in de stadsdelen. In hoeverre er aandacht is voor problematiek in bijvoorbeeld Nieuw-West of Zuidoost of Noord. Jullie stellen bijvoorbeeld een masterplan Youth voor, waarbij je zegt, we willen al die jongeren... Youth first. Ja, we willen al die jongeren die waarvan we zien dat ze moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen, willen we helpen daarbij. Daar willen we heel veel geld voor uittrekken. Is dat iets waarvan jullie zeggen dat investeren
in de wijken waar we zien dat de aansluiting op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld moeilijker is, vinden wij een goed idee? Ja, absoluut. En daar kunnen we ook zeker stappen in zetten. We hebben ook zelf een voorstel gedaan in de gemeenteraad. En ik denk dat dat ook belangrijk is om veel ontmoeting te creëren. Want inderdaad, soms leven mensen in de stad langs elkaar heen. Gaan naar verschillende scholen, wonen in verschillende wijken. Ik denk als je mensen meer bij elkaar kunt brengen, dat dat ook ontzettend kan bijdragen. Maar inderdaad, dit soort programma's, en dat vond ik ook goed in jullie programma wel. Investeren in de jongeren, investeren in goede voorzieningen. Dat die terecht kunnen naar school, dat ze een plek hebben om hun huiswerk te doen. Dat ze daar ook andere kinderen en andere jongeren uit de stad ontmoeten. Via die programma's van Midwinter Mokum, Midzomer Mokum, daar hebben wij ook voor gepleit. Dat zijn denk ik hele belangrijke stappen om te zetten. Ja. Ja, nee, absoluut. Kijk, steun. We hebben afgelopen 2 jaar gezien dat, weet je, iedereen heeft geleden onder de coronacrisis. Maar je ziet wel dat het voor jongeren erger is geworden. Achterstanden zijn verder opgelopen. Zie maar een sociale huurwoning te vinden. Mm-hmm. Zie maar een woning te kopen, omdat je onderwijs ook gewoon praktisch stilgelegen. Je hebt niet kunnen beginnen aan je startersbaan. Je hebt niet inkomen en vermogen kunnen opbouwen. En dat is eigenlijk de hele reden waarom wij met een jongerenplan zijn gekomen. Maar juist om die achterstanden. Ja, daar mag ik dan ook wat vragen aan Denk. En dat is om de komende 4 jaar in de gemeenteraadspolitiek te stoppen met het voortdurend aanwakkeren van dat wantrouwen. En dat voortdurend het spook van racisme dan ook daadwerkelijk overal zien. En dat is ook wat Denk voortdurend doet. Bijvoorbeeld, en ik zie in jullie een filmpje van jullie, gaan jullie de situatie rond Cornelis Haga verdedigen. Terwijl dat is een school, ja, daar is veel fout gegaan. Maar om dat nu als voorbeeld te nemen over hoe een hele bevolkingsgroep in Nederland of in Amsterdam wordt gediscrimineerd en vervolgd. Terwijl dit gaat om een school waar gewoon inderdaad een ambtsbericht van de AIVD kwam, banden had met terroristische organisaties. Nee, maar daar zijn ze later op teruggekomen. Ze zijn daar voor een deel op teruggekomen. Maar in het ambtsbericht zelf, de grotendeels was het wel zorgvuldig. Er gebeurde van alles. Dat Arnoud van Doorn, iemand die bijvoorbeeld ook zegt dat die moord op Paty een false flag operatie was. Ja, maar die liep daar rond. Daar hebben wij niet. Jullie zijn voortdurend aan het ontkennen dat er überhaupt een probleem is. Ik wil even een punt hiervan maken. Want ik verbaas me echt enorm hierover. De heer Boomsma, het gaat om erfpacht. Hij pluist elke woord, elke komma, elke zin pluist hij uit. En dat vind ik zo geweldig aan hem. Dat zegt die onderzoeker in hem. Maar als het gaat om kwesties van minderheidsgroepen, en zeker in dit geval Cornelis Haga Lyceum, die heer Boomsma draait eigenlijk 180 graden om. We zijn erachter gekomen, en dat hebben terrorisme-experts onderzocht. Het staat ook in die video die u heeft gezien. Dat het college heeft de ongefundeerde beschuldiging van de AIVD, heeft dit aangedikt. Het is uw taak als controleur van de macht om ook daar te zeggen tegen het college van, hey, waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Jullie hebben ervoor gezorgd. Ja. Misschien één tegenvraag, want ik zei net dat op het rapport gedeeltelijk is teruggekomen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, is een wethouder bij machten om een rapport van de AIVD te wegen. Nee, maar onderzoek te doen naar de inlichtingendiensten. Nee, maar dat moet ik wel heel goed uitleggen. Inderdaad, wat van het AIVD komt, eigenlijk, je vertrouwt de AIVD gewoon op hun woord. Uiteindelijk is dat niet helemaal zo gebleken, maar goed, laten we die discussie dan niet voeren. Mm-hmm. Want ons punt is dat het college, dus de burgemeester en de wethouder, zij hebben die beschuldiging aangedikt en aangezet en veel zwaarder gemaakt dan de AIVD bedoeld had. En dit is het punt wat ik wil maken. Uw taak en mijn taak als controleur van de macht is dat het college scherp houden en ze beoordelen wat zij doen. Ik heb het niet over de AIVD, ik heb het over wat het college heeft geschreven. Nee, het is anders. Ik heb dat wel degelijk heel goed bestudeerd allemaal, maar de AIVD staat gewoon nog achter de ambtsbericht. Een deel daarvan is genuanceerd. Maar het gaat erom dat daar inderdaad mensen rondliepen, ook al zei de rechter daarna dat die misschien niet alleen maar een leidende functie hadden, maar die wel degelijk die salafistische en jihadistische banden zouden hebben. Nee, dit is fake news. Maar goed, ik denk als we nu in het Haga Lyceum, wat ik vooral hier dan uithaal. Dat is in het AIVD aanbericht. Dat moet wel even rechtgezet worden. AIVD spreekt helemaal niet van jihadistisch. Dit is precies het punt. Nee, dit is precies het punt dat we maken. In het originele rapport stond dat er banden waren. Ja, maar niet jihadistisch. Dat woord komt er helemaal niet voor. Dat is precies het kritiekpunt op het college. En wat ik hier probeer te maken. Salafistisch stond er volgens mij. Ja, maar dat is totaal anders. Dat stond er in het rapport. Ik niet begrijp, is dat jullie dat dan als voorbeeld nemen van hoe moslims in de stad worden vervolgd en heus bejegend. Terwijl daar dus alles misgaat op die school. Het is ook een extreem zwakke school. Dat rapport is inderdaad uitgekomen vorige maand. Maar om af te ronden op dit thema, ik denk dat als we begonnen met, er zit veel wantrouwen in de manier waarop jullie naar elkaar kijken in hoe je rond ongelijkheid en institutioneel racisme en hoe je dat beoordeelt.
Jij zegt eigenlijk, wat jullie doen is daarin het meer aanwakkeren en daarin het groter maken dan het is. En jij zegt, jullie hebben een blinde vlek daarvoor en zijn niet zo secuur op dit onderwerp als jullie op sommige andere onderwerpen zijn. Dat is voor mij even de samenvatting van deze. Ik kijk, ik zie iedereen op zich redelijk ja knikken. Dan gaan we door naar het volgende thema. Okay. En dan mag jij inleiden. Ja. Dus dan geef ik jou wel het woord, namelijk. En dat is een ander onderwerp. En dat gaat over de schoonheid van de stad. Moet je me toch even kort inleiden? Want ik denk niet dat Shea tegen de schoonheid van de stad is. Waarom we daar vanavond een debat over moeten hebben. Nee, maar je had ook niet specifiek gevraagd om iets waar Shea tegen is. Zeker niet. Maar we moeten er wel een gesprek over voeren. Nou, gesprek is ook mogelijk. Ja, we kunnen het ook wel eens zijn. Wat is het belangrijkste waar we het over moeten hebben? Nou, Amsterdam kampt natuurlijk met een ongekende wooncrisis. En dat raakt inderdaad aan de ziel van de stad. Want het wordt voor heel veel mensen met een normaal inkomen onmogelijk om nog een huis te kunnen vinden en te betalen. Politiemensen en leraren, die vacatures worden steeds moeilijker gevuld. Mensen zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. En dat is een enorm probleem. Nou, dus moeten we bouwen en we moeten ook flink en veel bouwen in de stad om het aantal betaalbare woningen te vergroten. Maar, daar zeg ik wel bij, ik maak mij soms zorgen dat we uit de bocht vliegen. En dat het ten koste gaat van inderdaad van die schoonheid van de stad. Want we moeten inderdaad bouwen, maar niet stouwen. Je moet bouwen, maar niet ten koste van de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad. Niet ten koste van het groen. En je ziet enerzijds dat de afgelopen jaren dus heel veel historische panden zijn gesloopt. Dat is ongelooflijk zonde, die moet je koesteren. Dat is ook de ziel van Amsterdam. Dus dat moeten we stoppen. Die moeten we veel beter beschermen, die historische monumenten. En ten tweede vind ik dat als je nieuwe bouwprojecten creëert, dat je er veel meer aandacht voor moet hebben voor de schoonheid ervan. En ik vind het eigenlijk gek dat schoonheid is ongelooflijk belangrijk. Want heel veel mensen die wonen in die stad, die hebben er elke dag mee te maken. Die functioneren daarvan. Schoonheid is wat van Amsterdam een thuis maakt. En tegelijkertijd komt dat debat niet goed los in de politiek. Terwijl ik vind dat we daar veel meer over moeten hebben. En wat zou dat dan betekenen voor wat de gemeente zou moeten doen nu op het moment dat ze met een projectontwikkelaar of een corporatie zitten? Moeten er schoonheidseisen komen? Absoluut. Ik vind dat je moet in ieder geval het gesprek aangaan. Ik vind ook dat je omwonenden veel beter moet betrekken van wat is mooi. Ik vind dat we nu vaak een stijl zoeken. Het risico is natuurlijk dat je heel snel veel wil bouwen, maar dat dat dan kleine hokjes worden en vooral van die dozen. Mm-hmm. En dat er te weinig aandacht is voor de kwaliteit van woningen. Je mag ook decoratieve elementen. Kijk, we hebben Amsterdam zo'n schitterende stedenbouwkundige traditie. Echt de mooiste stad ter wereld ongeveer. En dat zit hem in de grachtenpanden, maar ook in de 19e eeuwse woningen en in de Amsterdamse school. Dus ik wil zo graag dat we een gesprek gaan voeren over hoe we kunnen bouwen in de 21ste eeuw, maar wel aansluitend op die traditie van Amsterdam. Sjerk aan denken, in deze hele woningnood willen we natuurlijk snel veel bouwen. Daar hebben we allemaal verdelingen voor, maar we laten dat soms ten koste gaan van de kwaliteit en van de schoonheid van panden. En dat verandert onze stad in hoe die eruit ziet, wel hoe die eruit ziet over 30, 20, 40 jaar. Maak jij je zorgen? Ja, absoluut. Ik denk dat de heer Boosma dat net heel goed heeft uitgelegd. Het is misschien een heel ander thema dan net. Maar ik kan me eigenlijk volledig daar weer aansluiten. Kijk, wij hebben zelf ook een heel goed discussie daarover moeten voeren. Van ja, waar gaan we nu de focus op leggen? Gaan we meer bouwen? Want ja, die woning is er gewoon. En heel veel mensen hebben gewoon een woning nodig. Maar aan de andere kant, hoe zit het met het groen in de stad? Hoe zit het met de plekken van rust in de stad? Hoe zit het met, je wil niet overal rondlopen en alleen maar beton en stenen zien. Uiteindelijk hebben we wel gezegd, ja, we moeten gewoon nu nog bouwen, nu het nog kan, nu nog ruimte is. Vanwege die woningnood. Maar die schoonheid van de stad, die moeten we absoluut gewoon beschermen en koesteren. En een van de dingen waar ik als denker enorm trots op ben, de afgelopen jaar op hebben ingezet, is het behouden van de draaiorgels. Dat hoort gewoon. Ja, nee, je zag gewoon berichten voorbij komen dat het aantal draaiorgels aan het verminderen waren in Amsterdam. En dat is gewoon onderdeel van het culturele erfgoed van onze stad. Ja. Ook onderdeel van onze schoonheid en wat Amsterdam maakt. Ja. En ik denk die kleine dingen zorgen er ook voor dat je die schoonheid van Amsterdam, die unieke traditie, behoudt. Maar misschien dan toch even voor Amsterdammers die nu denken van dit college heeft moeite om bouwrecords te halen, heeft moeite om de productie te halen. Die moeten aan partijen vragen om die woningen voor hun te bouwen. De gemeente slaat zelf geen palen in de grond. Dus die gaan gesprekken aan met projectontwikkelaars, die gaan gesprekken aan met pensioenfonds, met allemaal mensen die erin willen investeren. En tegelijkertijd zoeken gewoon studenten, zoeken een kamer, sociale huur en wachtlijsten voor middenhuur is weg. Hebben jullie het idee dat het college te makkelijk hier dan aan voorbij gaat? Aan het nadenken over groen in de stad. Want als dat zo is, dan hebben we toch wel een probleem op de lange termijn, zou ik zeggen. Nou, ik denk wel dat er keuzes zijn gemaakt die wij gewoon heel anders gedaan zouden hebben. Denk aan het Lutke Mirkbolder.
Daar waren we absoluut geen voorstander van. Dat is een stukje... Stadsrand, zeg maar, stadsgroen. Ja, ja. Nou, een stuk. Bij Nieuw-West. Groot stuk, ja. Waar ook een biologisch boerderij zit. Ja. Wij waren absoluut daar het tegenstander van. Je hoeft het betekent niet dat je echt ook unieke plekken in de stad... waar mensen naartoe komen om hun rust te vinden. Unieke plekken waar je dingen kunt doen die je bijna niet meer kunt doen in de stad. Mm-hmm. Om zo'n biologisch boerderij bezoeken. Ja, dat zijn dingen die wij heel anders gedaan zouden hebben. Wat zou er anders moeten dan in hoe het college het nu doet? Dus je ziet op veel bouwprojecten waar men eigenlijk net te veel wil... en net te weinig respect heeft voor de omgeving. Maar dat zit hem ook in... Het is niet zo... Je suggereert een beetje van... we moeten snel woningen bouwen en dus moet dat snel allemaal door. Dit hoeft niet te leiden tot vertraging. Je moet alleen de fouten voorkomen die wel eerder is gemaakt in de jaren 60, 70. Er zijn allerlei heel snel ook panden neergezet die nu na een paar jaar alweer uit elkaar vallen. Sommige zijn na 20 jaar alweer afgebroken, waren alweer voorbij. En de gemeente heeft best wel veel invloed toch op hoe en wat je bouwt via die bestemmingsplannen, investeringsplannen. En je ziet dat men daar bijvoorbeeld vaak te veel bijvoorbeeld vertrouwt op hoogbouw, wat je in de Sluisbuurt zag en nu ook in het Hamerkwartier. Ja. Terwijl dat past niet goed bij de Amsterdamse stedenbouwkundige traditie. Het levert ook niet zoveel extra woningen op. Ja. Ik zou graag willen dat we dus... Maar moeten we dan meer... Ja, sorry. Bouwen die, waarvan je ook ziet dat die bij Amsterdam horen. Hè? Maar moeten we dan meer de markt eruit halen? Moeten we dan meer naar volkshuisvesting toe? Want dat is natuurlijk waar de hele Amsterdamse school vandaan is gekomen. Dat we zeggen, ook arbeiders in de stad hebben recht op een mooie woning. En dat spreken we af met de corporaties. Dat betekent dat de gemeente die nu prestatieafspraken moet... veel dwingender moet worden op hoe corporaties bijvoorbeeld woningen gaan bouwen. Is dat wat jullie willen? Nou, inderdaad, die schitterende traditie van Amsterdamse sociale woningbouw. Heel bewust was dat daarop gericht. Ook als je kijkt naar het Schip en de architecten daarachter. Die wilden echt woningen bouwen die mooi waren. Wij willen schoonheid bieden, ook voor den arbeider. Ja, zijn dan van, die moeten daar ook gebruik van kunnen maken. Dat die plekken die we bouwen, dat die iets verheffends hebben. Dat het een thuis is. Want je bouwt niet alleen een woning, je bouwt een stad. Je bouwt een thuis. Ja. En sloop, moet je zoveel mogelijk voorkomen. Die in Noord, weet je wel, mooie volksbuurt in Noord. Ja. Nu waarschijnlijk tegen de vlakte. Er wordt zoveel gesloopt. In de Valerius Kliniek in het Zuid, ook de Van Egenstraat natuurlijk net. En we hebben daar de afgelopen jaren voortdurend voorstellen voor gedaan om dat te voorkomen. We hebben bijvoorbeeld een voorstel gedaan om dus historische panden... dat je die niet meer zomaar mag slopen zonder vergunning. Want dat was tot nu toe. En dat is helaas nog steeds zo. Want ons voorstel is aangenomen, maar nog niet uitgevoerd. Ja. We moeten ook beschermd stadsgezicht invoeren in de concertgebouwbuurt... en andere delen van de stad. Maar eigenlijk, als ik dit hoor, is dit een pleidooi voor meer aandacht daarvoor... in de besluitvorming van het college... Maar het betekent concreet dan wel dat je inderdaad geen sloop op bepaalde plekken. Want dat is eigenlijk dan dat je die woningbouw die daar is weghaalt en daar iets nieuws neerzet. Maar dat betekent misschien ook dat je minder woningen kunt bouwen. Of denk je dat niet? Nou, kijk, om even terug te komen op het vorige. Want het ging ook over prestatieafspraken met de woningcoöperaties. Meer grip erop? Ja, een van de manieren hoe je meer grip op kan krijgen is door individuele prestatieafspraken te maken. Elke met elke corporatie? Ja. We hebben nu collectieve afspraken, waardoor je ziet dat sommige woningcorporaties die minder presteren, eigenlijk buiten zicht blijven, want je telt gewoon alle resultaten bij elkaar op. Ja. Door individuele afspraken te maken, denken wij dat we daar veel meer grip op kunnen krijgen. Mm. Ja. En tweede vraag was? De tweede vraag was, moeten we dan misschien de consequentie aanvaarden dat we misschien minder woningen kunnen bouwen? Nou, kijk. We zijn voor meer woningen. Maar woningen kun je ook realiseren met transformatie. Met het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. En daarvan hebben we dan nog veel vierkante meters om die transformaties te realiseren. Ja, dus misschien dan toch een schoonheidstoets bij nieuwbouw. Ja, een schoonheidstoets. Maar van tevoren moet je dat gesprek al aangaan. Dus niet alleen maar een toets naar de hand. Maar van tevoren in gesprek van hoe willen wij eigenlijk mooi bouwen? Hoe willen wij dat die stad eruit ziet? Ja. En overigens ben ik van mening dat het Paleis van Volksfluit moet worden herbouwd. Oké, nou hebben we dat ook genoteerd. Dit was een heel lieflijk debat eigenlijk na die vorige. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die een vraag hebben. Dan heb ik hier een microfoon namelijk. En dan kunt u daar een vraag in stellen over de schoonheid van de stad. Heeft iemand een idee hoe die woningen dan uit moeten zien? Het is gewoon net ook subjectief natuurlijk. Hè? Nee. Nee? Nee. Is subjectief? Ja. Ja, nou, toch een meningsverschil op dit onderwerp. Is er iemand die een vraag of een opmerking heeft? Want anders dan gaan we door. Ja. Ja, ik hoor veel over schoonheid en ook veel over ruimte. Maar ik vraag me eigenlijk af, als we willen bouwen in Amsterdam...
waar willen we dan bouwen? Hebben jullie een specifieke plek of kunnen jullie een specifieke plek aanduiden? We zitten van, hey, daar wil ik dan wel bouwen en niet afbreken wat mooi is, maar wel bouwen, zeg maar. Ja, nou, ja. Zeker. Volgens mij heb je nog genoeg gebieden in Zuidoost en delen van Nieuw-West, Noord. En als die allemaal volgebouwd zijn, of we zijn tot ons maximum gekomen, dan kunnen we nadenken. Dat is een voorstel van D66, wat ik heel erg goed vond. Is dat we kijken naar een Eiburg 3 of zo, hoe dat heet. De nieuwe dat was ons voorstel. Oké, nou, nog beter. Ja, goed voorstel. Ja. Dus, Nee, klopt. Nee, je hebt wel allerlei locaties in de stad waar gelukkig nog gebouwd kan worden. Dus in het Hamerkwartier, de kop van Hamerkwartier, het Draka-terrein. Dus oude, incourante bedrijfsterreinen, die kun je nog ombouwen. Inderdaad, bij Amstel 3 is nog veel ruimte in Zuidoost. Je hebt wel plekken in de stad. Maar je moet niet overdrijven, want het moet ook niet al te druk worden in de stad. En soms zijn er ook grenzen aan hoeveel mensen je in de stad kwijt kunt. Dus je moet denk ik ook kijken naar de omliggende gemeente. En dan gewoon investeren in heel goede light rail. Ja. In openbaar vervoerverbindingen, dat je nog steeds heel snel in de stad bent. Hoe? En inderdaad, mag ik even Eiburg 3 is denk ik een hele belangrijke. Want juist om te voorkomen dat je de hele stad binnenstedelijk binnen de gemeente volplant met woningen, waardoor het veel te druk wordt, moet je denk ik naar het water kijken. Want we hebben een paar jaar geleden hebben wij als CDA het voorstel gedaan aan de slag met Eiburg 2. Nou, die eilanden zijn nu opgespoten. Maar daar richting Almere, en Almere in de Zuidhoek wordt al heel veel gebouwd, daar zou je in het ei inderdaad, heb je fantastische ruimte om nog heel veel woningen te creëren, ook van goede kwaliteit, ook voor gezinnen. En dat kun je verbinden met de wegen en de rail die al gepland zijn naar Almere daar, de Almerelijn. Dus daar heb je echt een fantastische plek om, en daar heb je ruimte om de woningen die we nodig hebben toch te bouwen. Misschien tot slot, hoeveel woningen willen jullie per jaar bouwen? We hebben geen maximum of streefgetal. Juist om die reden. Want je ziet nu dat ze die records die ze hebben gehaald, maar toch hun eigen streefgetal al niet gehaald. En dan krijg je een soort wapenwedloop tussen verschillende partijen en die zeggen, nee, wij willen 8.000, nee, wij willen 10.000 woningen per jaar. En dat willen wij dus juist niet. Want ik wil niet dat je alleen maar kijkt naar die cijfers. Ik wil dat je kijkt naar hoe gaat de stad eruit zien. Ja. En bij jullie? Nou, we hebben gekeken in de afgelopen 4 jaar. Wat kan de gemeente maximaal produceren? Daar zit je, een goede jaar 7500. Ja. En dat hebben we ook staan in ons programma. Oké. Helemaal goed. Dan gaan we hem afronden. Oh, u had nog een vraag. Ja, ik zag het. De laatste vraag van deze ronde is dat dan. Dan gaan we even kijken hoe vragen we deze vraag. Okay. Nou, ik heb eigenlijk een opmerking. Want we hebben het nu over constant bijbouwen. Maar ik heb niemand gehoord over het scheefwonen. Als je het scheefwonen aanpakt, dan bespaar je misschien ook een heleboel bijbouwen. Want hoeveel mensen die heel groot wonen en in hun eentje wonen, willen kleiner wonen. Ja. Maar door de hoge lasten, als ze gaan verhuizen, blijven ze in een 5-kamerwoning zitten. Ja. Ja, ik hoorde net zeggen wat voor productieafspraken met de gemeente. Maar ik heb ook begrepen dat de gemeente niks bouwt. Met corporaties. Ja, maar dat betekent van, en dat heb ik ook gehoord, dat wellicht de gemeente Amsterdam zelf het voortouw moet nemen buiten de woningcorporaties om. Ja. Dat zijn twee vragen. Hè. GroenLinks heeft bijvoorbeeld in een programma staan, een gemeentelijk woningbedrijf, dat volgens mij bijeen ook, dat woningen opkoopt bijvoorbeeld van corporaties als ze geliberaliseerd worden, zodat je op die manier grip kan hebben. Is dat een goed idee? Nou, wij denken dat je als eerste woningcorporaties meer ruimte en meer in hun kracht moet zetten om te doen waarvoor zij opgericht zijn, namelijk woningen realiseren. En om er nog even terug te komen, de eerste vraag ging over scheefwoners. Ja. Kijk, u legt het eigenlijk wel heel goed uit. Want de reden waarom mensen nog blijven in hun woning is omdat het gewoon veel te duur is geworden. Dus in die zin kun je heel veel mensen gewoon niet kwalijk nemen dat ze denken, waarom zou ik gaan naar een andere woning waar ik misschien 2 of 3 keer zoveel huur moet betalen. En ik denk ook de focus die het afgelopen jaar hierop is gelegd, op die scheefwoners, heeft eigenlijk aan bijgedragen aan allerlei maatregelen waardoor onze huren zijn gaan stijgen. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom je die prijsopdrijving ziet. Is omdat er heel veel, de huren kunnen verhogen worden. Als ze constateren dat je woning, of eigenlijk dat je te veel verdient. Je inkomen is hoog genoeg gezien de woning waarin je in zit. Nou, dat heeft ervoor bijgedragen dat we nu allemaal zitten met zulke hoge huren. Ik denk dat het antwoord zou moeten gewoon komen van meer woningen bouwen. Meer betaalbare woningen, moet ik zeggen. Ja. Tot slot.
Diederik? Nee, dat scheef wonen dat is een probleem. Maar inderdaad, mensen die nu scheef wonen, die kunnen vaak nergens heen. Want die willen misschien wel doorstromen, maar die woningen zijn er niet. Dus ja, dat kun je in die zin inderdaad moeilijk kwalijk nemen. Er zijn overigens ook mensen die dus andersom scheef wonen, die dus eigenlijk een veel te hoge huur hebben voor hun inkomen. En dat is ook heel onwenselijk, want daardoor heb je dus geen geld over allerlei andere dingen die belangrijk zijn in je leven. Ja, maar uiteindelijk moet je inderdaad vooral bijbouwen. We moeten nu ook, nu de verhuurdersheffing eindelijk ervan afgaat, landelijk. 2025, dat kan nog wel wat sneller. Maar in ieder geval moeten die corporaties dus middelen krijgen om nu snel weer betaalbare woningen te realiseren. En als je dus inderdaad veel ook bouwt in het middensegment, dan kunnen mensen die nu in een sociale huurwoning zitten hopelijk ook door naar een middenwoning die beter bij ze past. En dan komt die sociale huurwoning vrij voor de mensen die er echt gebruik van moeten maken. Goed. We gaan hem afronden voor nu. Ik wil jullie heel hartelijk danken, CRK van Denk en Diederik Boomsma. Geef ze een warm applaus van CDA. APPLAUS